Axel Belaert, een van de podiumkandidaten hier op het kampioenschap bij de dames. Welke verwachtingen heb jij? Ik hoop op de top 5. Top 3 zou natuurlijk ook heel mooi zijn, maar de was er nog gereden worden, dus we gaan het wel zien wat het brengt. Wie zijn voor de rest zoal de kandidaten op de titel of voor op het podium? Ik denk vooral aan Laura Verdonschot en ook vooral aan Femke van Driessen en waarschijnlijk ook aan Phoebe Schokhout. Dus in de drie dat toch wel mee hoge concurrenten zullen zijn. Ben je tevreden over de staat van de omloop? Ja, het ligt me wel redelijk, want ik hou zo van, ja, van veel slijk en zo, maar het ligt me wel. Gaat er ook veel kans zijn op materiaalpech? De kans zit er wel heel goed in, maar we hopen toch op geen pech. Ja, dat hopen we ook. Veel succes!